fietsers zijn van harte welkom. Alleen het parkeren op de markt en de kromme elleboog, dat is niet meer toegestaan. Sinds vorig jaar juni mogen er geen fietsen meer geplaatst worden op de markt in Wijchen. We zagen toen dat de fietsen die hier gestald werden, dat die een doorgang belemmerden voor de noodhulpdiensten en voor de auto's die hier de bevoorrading moeten doen. En dat ook de mensen moeilijker de winkels in konden. En daarom gaat er nu preventief gehandhaafd worden op fietsen die verkeerd gestald zijn. Vorig jaar was dit ook al het geval, maar toen Nederland weer in lockdown ging, had het weinig zin. En we zien nu met het opengaan van de terrassen, het opengaan van de winkels, dat het weer drukker gaat worden in het centrum. Dus we gaan ook een toename van de fietsen weer kunnen we verwachten. De fietsen mogen dan wel niet meer geparkeerd worden op de markt en in de Kromme Elleboog, maar gelukkig nog wel op andere plaatsen. De mensen kunnen de fiets wel parkeren in de aanvoerroutes naar de markt toe. Daar zijn extra beugels geplaatst en daar kunnen de mensen de fietsen parkeren. Mochten mensen hun fiets toch verkeerd stallen, dan volgen er maatregelen. Als mensen de fiets toch gaan plaatsen, dan gaan we dus de komende week gaan we nog, net als afgelopen week, gaan we waarschuwen. We hangen een briefje aan de fiets waarin staat dat het verboden is om de fiets hier te stallen. En dat wanneer die er na 30 minuten nog staat, dat de fiets dan verwijderd wordt. De eigenaar van een weggehaalde fiets kan deze weer ophalen, maar moet dan wel 10 euro betalen. De maatregel zal ook na corona van kracht blijven. De verwachting is dat deze regel blijft. Hè. Er zijn, en hoe het zich in de toekomst allemaal zal gaan ontwikkelen zullen we zien. Maar we zien het, mensen komen gelukkig massaal met de fiets naar het dorp. Daar zijn we heel blij mee. Want dat betekent natuurlijk ook hoe meer mensen met de fiets komen, hoe minder auto's er hier zijn. Dus fietsers zijn van harte welkom. Alleen het parkeren op de markt en de Kromme Elleboog, dat is niet meer toegestaan. We'll be right back.